Wat we zien hier op dit toestel is deze vlekken. En die vlekken die zijn veroorzaakt doordat er water onder zit. Ik kan ook proberen het toestel te bedienen, maar hij reageert nergens op. Hij draait wel netjes. Een portret. En weer terug. Maar hij reageert ook niet op de icoontjes, niet op de lijst. Hij reageert nog wel op de aan-uitknop. Ja, dat zien we wel, maar ik kan niet schuiven. Ik kan hem niet helderder zetten. Dus dat is even lastig. Ik kan hier ook niet terug. Zoals jullie zien, hij reageert nu helemaal nergens op. Dit toestel gaat dus ook terug voor garantie.